Dus we gaan nu aangesloten, gaan we waarschijnlijk alle tractoren meerdere keren zien. We gaan dus eerst naar het pool en daarna gaan we over naar het pool. Zodat in die klassisch veelal gebruikelijk is dat die afstelling van die sleepwagen zodanig gekozen is dat de eerste keer een 100 meter goed gehaald kan worden. En dan gaan we daarna nog een keer voor de pool. En dat betekent dus de afstelling van die sleepwagen is waar. En ziet ook wie de grootste afstand dan kan rijden. Ofwel, we gaan naar de grote finish. Met een vrije afstelling dus over die 100 meter.